Oh, wat? Wat? Dit is super cool! Alle Pokémon zijn nu echt super groot, jongen. Oh, kijk, dit is een Mega Scorbunny en Pichu, jongen. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuw Pokémon Snap video. Want er is een update. Er zijn nieuwe gebieden. De Secret Side Path, de Mighty White River en de Barren Badland. En wij gaan eens even kijken of dat leuk is. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. What up, Rita? Rita die vraagt aan de professor of hij blij is, want hij ziet er gewoon gelukkig uit. De professor zegt, ja, goede timing. Ik was even onze resultaten aan het bekijken. En er zijn nieuwe teleportatiepunten. Ja hoor, daar gaan we snel naartoe. En Todd zegt, een van deze plekken is een beetje nostalgisch voor mij. Oeh, dat is van de originele Pokémon Snap. Oh, ik ben echt benieuwd. Phil heeft het over een nieuwe functie voor de Neo One en die laat ons krimpen. Dat is super dope. We moeten bij een boom in Nature Park scannen. Oké, dat wil ik eigenlijk gewoon als eerst gaan doen. Dat is super dope. En we zijn weer terug. Super cool. Oké, we moeten dus op zoek naar een boom. En bij die boom moeten we gaan scannen. Dus ik ga gewoon lekker gelijk keihard door. Zou het bij deze boom zijn? Nee, volgens mij ook niet. Zou het bij een van deze boompjes zijn? Oh, ik kan wel iets scannen, ja. Wacht even, daar. Oh, nee, dat is dat fruit. Dat hadden we al een keer gescand. Dat is het niet. Misschien aan deze kant? Nee? Ik kan nu wel weer iets scannen. Ja, dat is deze Christabloom. Ik denk dat het een boompje hier ergens is dan. Ja, dan moet het wel hier. Oh, dan is het hier, denk ik. Dan is het bij deze boom. Ja, let's go! We zijn hier super klein. Dit is te grappig. Oh, wat? Wat? Dit is super cool! Alle Pokémon zijn nu echt super groot, jongen. Oh, kijk, dit is een Mega Scorbunny en Pichu, jongen. Kijk hoe groot. Wat? Dit is zo cool. What? Oh, wow. Kijk, dit is een big-ass Dodrio, jongen. Waar ben je op aan het jagen, vriend? Daar is nog een Comfy. Er zullen hier ook wel allemaal nieuwe Pokémon zijn, denk ik. Wat is daar nog meer? Ik zie daar nog iets achter. Wat is daar? Oh, het zijn twee Comfies. Eyo, Emolga! Zo cool! Oh, dit is zo vet nu. Iedereen is zo super... Oh, we zitten op Emolga! We vliegen op de rug van Emolga. Dit is superleuk. En daar zien we nieuwe Pokémon, namelijk Shroomish. Zijn jullie aan het slapen? Oh, kijk, die Crystalbloem moeten we... Ah, die Crystalbloem moeten we aanzetten. Ah! No! Dit is echt veel te leuk. Ik vind dit veel te leuk. Ik moet hier even iets scannen. Ik weet niet wat ik moet scannen. Heavy Snores Echo. Oh, daar is een Snorlax. Daarachter is een Snorlax. Hoe fixen we die Snorlax? Moeten we misschien iets met deze Wurmple doen of zo? Hoor dat geluid. Oh, de wat? Dit is de kont van een Bidoof. Die ga ik niet op de foto zetten hoor. Kijk, deze big ass Torterra, jongen. We gaan onder Torterra door. Ah, dit is echt te vet. Ik heb nog nooit zulke grote Pokémon gezien in mijn leven. Dit is echt zo vet. Oké, we gaan straks boompje in. Ik maak elke keer 3 foto's tegelijk. Dus ik moet een beetje voorzichtig omgaan, denk ik, met mijn foto's die ik maak. Kijk, Torterra. Ah. Oké, hier hebben we Pichu en Scorbunnytje. De twee matties. Oh, wow, wat gebeurt er? Oh, nee. Ah, ze worden opgejaagd door Dodrio. Dodrio is een beetje een naaiballetje volgens mij, jongen. Hallo, what? Dodrio laat echt iedereen schrikken hier. Oh, dit is heel leuk. Wow, wat gaat deze Torterra doen? Ik heb bijna geen foto's meer over. Ik kan geen foto's meer maken. Wat doen ze? En dan zijn we denk ik al een beetje bij het einde aangekomen weer. Ik kan hier nog iets scannen. Daarboven is een nest of zo. A bird Pokémon's nest. Maybe its owner is looking for food. Oh nee, is dat die Dodrio? Super cool. Ja, dit was de rit. Dit was de rit terwijl we gewoon klein gemaakt zijn. Door Todd. Oh man. En daar gaan we tussen het gras. En daar zijn we weer terug. We zijn weer groot. Ik ben benieuwd of er nu nog iets nieuws getriggerd wordt. Ja, er zijn hier nu ook Shroomishes. Vivillon, Comfy. Daar is Torterra. Wat? Sylveon! Sylveon is hier lekker aan... Oh, die was aan het slapen. Ik heb Sylveon wakker gemaakt. Zou Snorlax ook nog even langskomen, vraag ik me af. Of ligt Snorlax nog steeds te slapen? Sowieso ligt hij nog steeds te slapen. Ah, we hebben wel een paar nieuwe Pokémon gezien en een paar hele toffe nieuwe acties. Dit is echt... Ah,
Het is zo leuk om terug te zijn in de nieuwe Pokémon Snap. Een 2-sterrenfoto van Wurmple, die hadden we nog niet. Allemaal 1-sterrenfoto's van Squirbunny. Ook allemaal 1-sterrenfoto's van Pichu. Ik heb zo mijn best gedaan voor jullie. Nieuw Pokémon Shroomish. Nieuwe Pokémon Sylveon. En een 4-sterrenfoto van Torterra. Ja, dit is wel een dikke actiescène hoor, hé. Een nieuwe foto van Wurmple. Ja, lekker. Die was Diamond. Dan hebben we hier een foto van Squirbunny. Wordt die beter? Ja, die wordt ook beter. Ook Diamond. Lekker. Dan Pichu. Pichu wordt helaas niet beter. Dodrio? Wordt die beter? Nee, ook niet. Ah... Emolga dan. Emolga wel. Ja, Emolga wel. De verbaasde foto van Emolga is echt super cute. Dan nu een nieuw Pokémon Shroomish. Helaas. Silver. Maar Sylveon dan. Ja, dit is wel een mooi fotootje toch van Sylveon, of niet? Ja, Diamond. Nice. En dan, ja, die foto van Torterra, die is wel echt baas hoor. Hallo, dit is een prachtige foto, jongens. 5000 puntjes. Lekker. Die wil ik ook zeker opslaan. Ik moet maar liefst 100.000 punten scoren om naar het volgende niveau te komen. Wat? De professor zegt, ja, even wachten jullie drieën. Wat dachten jullie wel? De functie om jullie te laten krimpen, die is nog in test. Fase. Je had het me eerst moeten vragen. Phil die zegt sorry professor. En Rita is ook, die zegt ook ja sorry. En Todd zegt ja hallo, doe eens even rustig man. Is toch gewoon vet? Is het gewoon vet? We kunnen dit alleen maar in Nature Park gebruiken, de krimpfunctie. Ja, helemaal goed joh. Maar we kunnen natuurlijk ook even kijken wat er s'nachts aan de gang is op dit pad. Daar zijn we. We zijn er s'nachts. Ah, Caterpie! Caterpie is wel leuk man. Eerlijk, Caterpie is gewoon cool. Is gewoon een coole Pokémon. Ik zie daar trouwens ook een combi. Die hadden we natuurlijk al. Even kijken, ik moet wel een beetje vooruit blijven kijken. Even kijken wat er nog meer is allemaal. Ik hoor allemaal geluidjes hier. Is het een Crystabloompie? Nee. Ik hoor combietjes en ik zie Caterpietjes. Wat is er nog meer? Ja, ik hoor Snorlax volgens mij nog steeds slapen hier achter deze steen. Oké, ik ga de Crystabloom proberen te activeren. Daar zie ik een Hoothoot. Hoothoot, Hoothoot. Hey, Fungusjes. Hallo. Alles goed, jongens. Alles lekker. Daarachter zijn nog meer Fungusjes. Die hebben appels. Wat grappig. Oké, even deze Crystabloom activeren. Kijken wat er dan gebeurt. Ja. Dan gebeurt er iets met combi. Oh, 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 oh. Ja, het Caterpies doen natuurlijk een trucje dan. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Oké. Hallo. Oh, kijk. Ze zijn lekker vissaadje aan het houden hier. Dikke party, jongen. Willen jullie meer appels? Hier, ik heb nog kleine appels voor jullie. Oké, wacht, wacht, wacht. Ik hoor nog steeds Snorlax. Die ligt daarachter, hè? Hoe kom ik bij die Snorlax? Deze Caterpie ligt te slapen. Oh, waar is die Snorlax? Is die daar? Oh, ik ben nu op de rug van Torterra. Wow, Vespiquen. What up? Wat gaan jullie doen vanavond? Hebben jullie al plannen? Gaan jullie naar de club? Oh, deze combi is een beetje sad. Die wordt toegesproken door de moeder, denk ik. Oké, okay, laten we kijken wat hier buiten allemaal gebeurt. Wat is dit? Oh, dit zijn Murkrows. Die liggen hier lekker te chillen. Oh, maar daar is een pinser. Er zit een pinser hier in de grond. Sowieso. Hoe ga ik die pinser eruit halen? Door Murkrow boos te maken? Ben je boos? Ben je boos? Ben je chagrijnig? Pinser! Kom eens! Kom! Kom uit de grond, jongen. Oh, misschien had ik een muziekje moeten spelen. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja, ja. Kijk, dat moesten we doen. Een muziekje laten spelen. Oké, okay, wat is hier? Tankrootje? What up, Tankrootje? Daar is nog een Vespiquen. Ik moet even weer wat balletjes daar opgooien op die Crystabloompie. Kom op. Kom op. Lukt het? Ah, het lukt niet. Het lukt me niet om er vanaf hier een bal op te gooien. Wordt die Tankroot nog wakker of nee? Die blijft ook lekker slapen. Ik moet hoger mikken, denk ik. Hoger. 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 Er moet nu toch wel iets raak zijn, jongens. Ja, er is eindelijk iets raak. En de Torterra wordt wakker daar. Ja, de Torterra wordt wakker. Wat gaat Torterra doen? Niks. Was dit het? Hij komt wel in actie. Hij begint wel te lopen of zo. Oké, zoveel moeite alleen daarvoor? Of was ik gewoon te laat? Dan hebben we hier nog het laatste stukje. En ik bedenk me opeens hoe ik die Snorlax misschien wakker moet maken. Natuurlijk moet ik mijn fluit gebruiken bij Snorlax. Dat is in het game ook. Dat is in de normale games ook. Maar Tankroot, die wordt niet helemaal wakker van mijn fluit. Oh, die wordt wakker van een appel. Die wordt wakker van een appel. Oh, niet zo boos zijn. Yo, Pikachu en Eevee liggen lekker te maffen. Die liggen heel gezellig samen te slapen hier. Dus niet echt iets wat ik kan doen om ze wakker te maken, zo te zien. Fotootje van Eevee. Combi. Voor de rest nog iemand anders hier?
Nee, ja, dit was hem. Laat me even weten in de reacties of jij de Snorlax al wakker hebt gekregen. Of het inderdaad is dat je op je fluit moet blazen. Oh yeah, 4 sterren Caterpie. Oh yeah, 2 sterren Combi. Ik heb 3 sterren foto's van Foongusjes. Ik heb gelijk 4 sterren foto van Vespiquen. Nice. Een 1 sterren foto van Pinsir. Die had ik nog niet. En de 3 sterren foto van Tangrowth. 2 sterren foto Torterra. En een 3 sterren foto van Pikachu. De Caterpie foto was Platinum. Oh, die van Combi net niet. De nieuwe foto van Foongusje. 3300 puntjes. Eevee. Ja, ja, ja. Prachtig Eevee fotootje. Dan de Vespiquen. Ik denk niet dat die al gelijk Platinum is. Nee, die is gold. Dan hebben we hier Murkrow. Lekker. Dat is wel een betere foto dan hoe die was. Pinsir is gewoon perfect. Perfect Pinsir. Deze Tangrowth foto. Ah, oh, net geen Platinum Diamond. Ah, jammer. En die van Torterra. Die van Torterra wel. Oké. Okay. Die vond ik helemaal niet zo mooi. En die van Pikachu. Ja, slapende Pikachu is Platinum waard. Ik vond het echt weer super tof om te doen. En als jij dit ook super tof vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat het even weten in de reacties. En als je nog niet geabonneerd bent en het belletje hebt aangezet, doe dat gelijk voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.